En dan die Jules natuurlijk nog even aan die tafel. Ja, hoe zit dat hier met onze basisbeleefdheden? Dat is toch een beetje de vraag uit het land ook. Zitten die hier goed op basisbeleefdheden? Of nee, maar ja, kijk, nee, je moet natuurlijk als talkshow-host met zo iemand aan tafel, dan gebeurt er wat. Dan heb je publiciteit. Maar die drie beschaafde dames uit Limburg, die hadden ook op kunnen stappen. Want je zit natuurlijk met een iets wat verloederde oude gek. En wat? Tafel. Verloederde oude gek? Ja, nee, maar ah, jongen, hallo op, man. Het is al. Ja. Nee, maar het is al vrij ongebruikelijk als iemand aan tafel komt zitten dat hij zijn hoed ophoudt. Ja. En zijn brillen. Maar hij was er echt op uit, op aandacht. Want Jules is iemand die wil alle aandacht en dat kan hij blijkbaar niet delen. Maar je weet toch, als je Jules Deel eruit nodigt, dat gaat een beetje gaat gebeuren. Daar moet je ook een beetje op instellen. Jawel, maar vroeger was Jules vermakelijk en scherp en zag hij er flitsend uit. Maar nu zit er een beetje een zielenpoot. Ja? Ja. Je vond ja, een beetje wat vond jij ervan dan? Met Connie Palmen erbij en nee, zo? Nee, maar kom op, weet je. Het was ook een kutuitzending. Maar die Jules zat gewoon in de verkeerde uitzending. Ja. Weet je, als hij hier tussen gezeten had, had hij het nu al naar zijn zin gehad. Ja, was leuk geweest. Ja, had hij het nu al naar zijn zin gehad. Ja. Weet je, en dan had hij lekker kunnen eten. Hij zat lekker te eten. Ach, dat meisje aan de overkant zat helemaal onder. Ja. Als hij al dat brood uit zijn mond zet. Meisje zat heel de tijd zo. Met dat lange haar was zielig, joh. Ja. Maar het was natuurlijk ook een kutuitzending met die Eva Jiemek. En dan aan die Connie Palmen vragen. Connie, doe even je ogen dicht en denk dan aan Limburg. En die Connie. En toen zei, ogen open, Connie, ogen open. Nou, dat ging nog maar net, hè? Ja. Die lag echt lekker te slapen, hè? Die lag bijna tukkie te doen. En toen zegt ze, waar denk je nu aan? Draadjesvlees. Draadjesvlees. Rot op. Dat sloeg toch helemaal nergens op. Nee. En die Jules, dit gaat toch nergens over zijn. Laten we even gaan kijken. Dat was wel een punt, hè? Misschien even leuk om voor de mensen die het gemist hebben. Een punt. God, voor de mensen die het gemist hebben, de absolute hoogtepunt deze week van Jules Deelder bij Eva Jinek. Dan gaan wij historisch onderzoek naar doen. Ja, naar de rol van Audrey Hepburn in het verzet in Nederland. Jongens, hé. Laten we nou eens een keertje normaal. We gaan straks verder praten. Ja, je hebt een bijzondere foto ontdekt gaandeweg tijdens dit onderzoek. Wat zien we op die foto? Moeder, die was zo fout als een deur volgens mij. We komen nu bij de crux van de vrouw, Jules. Alsjeblieft. Jules. Iedereen is er legaal. Jules, op de wereld. Ik kan een avondvullend programma met jou maken. Muren, zeker. Maar ik kan het niet nu muren. Doen. We moeten juist muren afbreken, man. We moeten met elkaar praten. We moeten niet elkaar afzonderen. Ik denk dat heel veel mensen dat willen, Jules. Daarom praten we juist over dit onderwerp. Het over illegale en over we hebben het over het nieuws. En noem maar op, Jules. Het gaat over mensen, Jules, hè? Ik ben heel blij dat je er bent, maar ik moet zeggen. Ja, precies. Ga ik dit overleven, deze uitzending? Wat heb je bij je? Uienbord. Wat is dat? Dit is een uienbord. Weet je wat een uienbord? Je weet toch wat een uier is? Ja, zeker. Een koeietiet. Kijk, de omgeving van de mens is de medemens. Kijk, dat is een gedicht. Hoeveel regels zijn dat? 3. Maar wat een lege opmerking. Moet je dan ook zo'n lege opmerking? Oké. Okay. Jules, houd toch eens een keer op met dat gezeik. Nee, ik vind het woord van de waardigheid. Je wierp de vraag op. Minderwaardigheidscomplex. Rotterdammers hebben een minderwaardigheidscomplex. Want die schreeuwen ze hard. Limburg is helemaal niet. Schreeuwen ze zo hard. Ja. Zeg dan eens Jules, alsjeblieft. Verstandigs, man. Jules, alsjeblieft. Als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt. Ik meen het serieus. Dan ga ik lekker weg, joh. Nee. Hier aan tafel is er een bepaalde beleefdheid. Oh, ik bepaal dat. Ja, Connie, ik luister naar jou. Laten we een muur bouwen. Dat zei ik helemaal niet. Een basisbeleefdheid hier aan tafel. Ik meen het serieus. Jij vindt het niet. Je bent zo onaangepast. Kijk, het is natuurlijk wel zo, als je in een talkshow zit en je zit in een discussie met iemand over een onderwerp, dan kun je van leer trekken. Maar het is vrij onbeschaafd om een gesprek over een onderwerp met drie dames uit Limburg, over Limburg, of je dat nou een flutonderwerp vindt of niet, om dat te verstoren met schreeuwend ordinair gedrag. Kijk, jullie lachen er wel om. Ik heb er ook om zitten lachen. Maar ook wel een beetje met plaatsvervangende schaamte.
Toch wel. Ja, wij zijn wel wat gewend in deze uitzending. Jawel, dus in dat opzicht, maar nogmaals, als wij een discussie hebben, dan kan dat fel gaan. En als, als jij een goed gesprek met deze twee hebt, dan moet ik niet met allerlei onzin ertussendoor gaan om de aandacht naar me toe te trekken. Want dat was de enige reden, want argumenten had hij niet. Kijk, hij had dat uiengedoe had hij al in zijn binnenzak. Dus dat had hij van tevoren bedacht. Weet je wel, kom op zeg. Het is natuurlijk een beetje een ordinaire flerk geworden. Hè? Ja, maar ja, je weet een beetje als je hem uitnodigt dat dat gaat gebeuren. Maar ik ben ook bang dat hij niet meer zoveel uitgenodigd wordt. Nee. Nou ja, René hebt mij gelijk, zullen we hem uitnodigen? Ik ben er wel voor, heel gezegd. Nou ja, het is een Sparta-supporter, dus hij zou in dat kader zou die hier goed kunnen zitten. Ja, we hebben één keer toen bij Sparta, toen we dat feesten, weet je wel, hebben wij daar een live-uitzending gedaan. Toen is hij heel hard gaan schreeuwen. En dus heb ik geen zin in. Nee, toen is hij net 10 minuten opgestapt. Wilfred, eigenlijk met hetzelfde gedrag. Kijk, het ging even niet om hem. Nee. En toen ging hij door een ander onderwerp heen schreeuwen. Wij zaten bij het rood-witte mannendiner, hadden wij een live-uitzending en hij zat in de zaal. Dus toen moest hij even anderhalf uur ermee leven dat hij geen hoofdrol had. En na 3 kwartier liep hij schreeuwend weg. Dat zegt toch wel heel veel over meneer Jules Deelder. Ja, je bent niet zo'n fan, begrijp ik dus. Nou ja, ik heb zijn boeken thuis en ik heb me vaak wel met hem vermaakt. En hij was een collega van me bij Radio Rijnmond. Hij had een jazzprogramma. Maar ik moet zaterdag ochtends van 9 tot 12. Ik ben er al keurig om 8:30. Maar zijn uitzending begon om 4 uur. Maar hij is er nooit eerder dan 4:15 geweest. En het eerste 3 kwartier waren topuitzendingen. Nou nee, dan zette zo'n technicus maar een jazzplaat op. Ja. En dan hoopten ze dat Jules kwam. Of we gingen een sigaretten halen halfweg en hij kwam niet meer terug. Nee. Kijk, dat is allemaal wel ludiek en leuk. Maar het is niet zo professioneel. Hè? Nee, nou, Eva deed het goed, toch? Hè? Eva deed het heel goed, maar Eva wordt steeds beter. Ja, dat vind ik ook. Doet het hartstikke goed. Komt ook een beetje, zeg nu, ze staat in dat blad toch, of niet? Ze staat in ons blad, ook met verre metaal trouwens. Hè? Ja, ze wil mijn plaats innemen. Dat had wel een tandje minder gekund. Ja, ik zou net zeggen, ik lust die mannen rauw enzovoort. Hier, ik maak gehakt van die mannen, ik blijf nog. Het gaat toch ver allemaal, dit enzovoort. Nou ja, nou goed, dat weten we wel eens meemaken. Ja? Maar ga jij nooit zo misdragen als je binnenkort bij Eva zit? Nou nee, kijk, in een talkshow weet je dat je met 4-5 onderwerpen aan tafel zit. En ik kan me een uitzending herinneren waar je ook regelmatig de mensen de maat neemt over. Oh nee, maar je mag wel je discussie mengen, maar niet gewoon zonder enige reden ertussendoor gaan zitten schreeuwen. Nee. Dan het nieuws van Jules Deelders, 75 geworden. Alsof hij nog even wilde doorgaan van de week. Weet je, vorige week werd hij 75. Ik zat een paar weken geleden met hem bij Pauw. En toen schrok ik heel erg. Het was een oude, breekbare man geworden. Hij had ook niet meer een grote mond. Het was echt een man die op zijn laatste benen liep. En in dat kader keek ik er niet van op dat hij was overleden. Want toen schrok ik echt van hem. Helemaal uitgemergeld. Toen maakte hij nog de fout dat hij een liedje ging zingen. Ook nog. Daar had hij de kracht ook niet meer voor. Nou ja, als je ziet hoe hij geleefd heeft, is het op zich al heel knap dat je 75 bent. Als je je hele leven aan de speed bent en je wordt 75, dan heb je het niet slecht gedaan. Ja, daarom. Dus, hij heeft eigenlijk 150 jaar geleefd. Ja, hij heeft er alles uitgehaald, René, toch? Goeie gozer, man. En weet je wat, dus, kijk, nou wordt dat dingetje bij Jinek wordt er een beetje uitgelicht. Hè? Waarbij die dan eigenlijk, denk ik, iets te veel op had en zo. Maar ik heb eigenlijk gisteren een beetje YouTube zitten kijken over hem. Best wel een uurtje of 3-4. En toen heb ik ook, zeg maar, met Ferry de Groot heeft hij ook een interview opgenomen op de SS Rotterdam. En dat was denk ik 's ochtends. Maar hij was niet achterlijk, hoor. Hij had een geweldig geheugen. Hij is echt waanzinnig, man. Over de oorlog en zo. En over van de Euromos tot overal hadden ze het over, weet je wel. Maar ook, hij was gewoon een slimme gozer, man. Slimme gozer. En buiten het feit dat hij natuurlijk ook wel gedichten gemaakt zou hebben waarvan je denkt van ja, je. Maar hij heeft gewoon ook hartstikke leuke gedichten gemaakt, man. Over zijn dochter en een hartstikke en ook wel leuke boeken gemaakt, geschreven, hoor. Nee, die man die kon wel wat. En prima gozer, ik vond ook dat hij de stad Rotterdam enige kleur gaf. Waanzinnig, man. Mm. De laatste keer dat ik hem gezien, dat was bij Daniel de Vader. En die was toen best slecht, weet je. Die had een paar hersenbloedingen gehad. En het is altijd heel ongemakkelijk als je dan weggaat. Hij was met Rijk en Maarten. Als je dan weggaat, dat je eigenlijk iemand voor het laatst ziet, weet je wel. Dus dat je weet. Dat is vervelend. Dus ik zag aan Jules dat hij aan het zoeken was naar woorden, weet je wel. En toen stond hij op een gegeven moment op de gang en riep hij zo: Theo, nog wel even in het peloton blijven hangen, hè? Riep hij toen. Dat vond ik wel goed. Nog wel even in het peloton blijven hangen. Ja, goeie gozer, man.
Gaat hij nog iets met een voetbalclub? Of? Hij schijnt wel eens bij Sparta uit te komen. Wel, hè, toch? Ja. Ja. Daar kwam hij graag.